Een truitje van Astana. Hoe is die transfer meegevallen? Heel goed eigenlijk. Ik ben heel erg positief verrast over hoe gezellig en hoe goed het is bij de ploeg. Ik heb een heerlijke winter gehad. We hebben 3 trainingskampen gehad, dus ik ken iedereen ondertussen aardig goed. Maar nee, ik ben heel tevreden en ben blij dat ik de overstap heb gemaakt. Ja, want op het eerste zicht lijkt zo'n transfer naar Astana altijd een beetje vreemd. Kees Bol heeft het natuurlijk ook gedaan. Heb je hem dan eerst wat gesproken over de ploeg? Ja, ook. Ik heb Kees natuurlijk als ploegmaat gehad bij Zeg Racing Academy. Dus die kende ik ook al. En wat hij zei, dat klonk als positief. En ik heb ook gehoord van de jongens dat met alle transfers die Astana dit jaar heeft doorgemaakt, ja, dat de sfeer in de ploeg er eigenlijk alleen nog maar meer op vooruit is gegaan. En dat het echt een goede mengeling is van jongens. Dus we hebben allemaal echt het gevoel dat er wel een hele goede sfeer in de groep ligt. En dat is heel belangrijk ook om goede resultaten te rijden. Ja, want is dat nu een grote culturele verandering ook? Of moeten we dat zien? Wat is de voertaal binnen de ploeg? Hoe gaan die dingen? Nou, dat is toch wel Engels. Ik bedoel, er zijn natuurlijk wel veel jongens die Italiaans en Russisch spreken. Maar uiteindelijk praat zo goed als iedereen ook gewoon Engels. En omdat we zo gemengd zijn nu, is de voertaal gewoon Engels. Ja. Kan je nog eens beschrijven hoe die transfer tot stand is gekomen? Moest je weg bij Bora? Wou je weg bij Bora? Wat is er gebeurd? Er zijn een aantal redenen waarom ik de stap heb gemaakt. Voornamelijk is dat ik bij deze ploeg wat meer eigen zeggen heb in dingen. Zoals mijn wedstrijdprogramma, zoals de wedstrijden zelf. Ik mag hier gewoon zo goed als altijd mijn eigen kans gaan voor de wedstrijden die me liggen. Bij Bora was dat ook vaak het geval wel, maar toch met de transfers die er ook weer aankwamen, werd het wel echt vechten voor je plekje daar. En ik vind koersen leuk om te koersen, dus daarom dat is de hoofdreden. Ja, want ik denk misschien heb je ook wel meer honger gekregen na dat mislukt 2022. Vorig jaar dan eigenlijk terug een heel goed jaar gehad, zo'n overwinning in Baskeland. Wakkert dat ook die zin aan om voor resultaten te gaan? Het is meer gewoon de zin om te kunnen koersen. Dus als je goed bent, dan horen daar ook resultaten bij natuurlijk. Dus ja, dat kan je op zich wel stellen. Want je hebt eigenlijk jouw sprint ook wel stevig ontwikkeld, denk ik, na een zware koers in die wedstrijd. Is dat ook waar je op gaat inzetten? Zo rondjes zoals Baskeland, Catalonië, dat lijkt me wel echt dat daar ritten in zitten voor jou, hè? Ja, klopt. Die doe ik ook weer beide dit jaar. Het is een combi die niet heel veel wordt gedaan, omdat het zijn 2 zware wedstrijden van een week. En er zit ongeveer, er zit precies een weekje tussen, dus dat is niet altijd even makkelijk. Je moet goed herstellen, je moet goed in vorm zijn om eraan te beginnen. Maar mijn aanpak de afgelopen, vorig jaar en ook in 2021 was bijna 1-1 als die van dit jaar. Dus dan heb ik zeker het vertrouwen dat ik daar in goede vorm aan de start ga staan. En dan zijn er ook de etappes die me liggen, ja. Klassiekers rij je minder graag? Nee, niet minder graag, maar zo met het openingsweekend. Die heb ik de afgelopen 4 jaar allebei elk jaar gedaan. En ik vind dat een mooi weekend om te doen. Je moet ook gewoon een hoop opgeven, wil je de andere klassiekers doen. Dan is Catalunya en Baskeland bijvoorbeeld al niet meer mogelijk. Dus ja, het is een beetje een overweging. En ik zie meer kansen in die 2 wedstrijden dan dat ik kansen zie in de echte grote klassiekers. Want dan moet je gewoon reëel zijn en daar doen. Een hele grote groep jongens aan mee die dat hun specialiteit is. En dat gaat moeilijk voor mij zijn om daar mijn stempel op die wedstrijden te kunnen drukken. Ja, want hoe moet de carrière van Ide Schelling de komende jaren ontwikkelen? Ja, niks moet. Helemaal niks moet. Ik wil wel iets. Ja, dat valt allemaal ook wel mee hoor. Ik heb geen hele grote doelen. Nee, ik doe het allemaal omdat ik het leuk vind. En dat is zo begonnen en dat is nog steeds zo. Gaat winnen hoor. Dankjewel. Wacht hem.